Wat is dit? En het heeft nog met Nederlanders te maken. Oh, ik krijg helemaal kippenvel. Dit is opgeblazen. Maar dit waren de allemaal dingen gekerfd in de bakstenen overal. Textures en dingetjes. De V2 werd geproduceerd. De raketsilo's staan nog open. Gedenkstätte und Museum Sachsenhausen. Hey iedereen, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Vandaag beginnen we de vlog bij een heel serieus onderwerp. Concentratiekamp Sachsenhausen. Ik kom gelijk wel niet uit mijn woorden, dat zal wel meer gaan gebeuren vandaag. We zijn nog steeds met z'n drieën op pad in Duitsland en de geschiedenis aan het onderzoeken. Nou ja, dit is natuurlijk een van de meest heftige dingen in de geschiedenis van de afgelopen paar honderd jaar. De nazi's en wat zij allemaal deden. Dus wij zijn bij concentratiekamp Sachsenhausen en we gaan ons verdiepen in de geschiedenis. We staan nu bij de ingang. Hier kan je dus een overzicht krijgen van het kamp. Er staat allemaal geletterd met erbij wat is. En dit was immens. Dus dit was voornamelijk het concentratiekamp. En dit gedeelte was voornamelijk SS, opslag, woongebieden, wapendepot. Het is immens, een immens groot kamp. Het is het allereerste concentratiekamp wat Nazi-Duitsland heeft gebouwd. En ik ben natuurlijk ook bij Auschwitz geweest. De inkomsten van die video heb ik naar een mensenrechtenorganisatie gedoneerd. En dat ga ik bij deze vlog ook doen. Dus dat vind ik gewoon fijn om wat te doen voor het goede doel. Omdat er soortgelijke dingen nog steeds helaas in de wereld gebeuren. We gaan eens even kijken hier zo, want het is zo bizar groot. We lopen nu het trein op en je ziet hier slecht metselwerk met bijvoorbeeld prikkeldraad erop. Het moest natuurlijk allemaal snel gebouwd worden in die tijd. En nou, mijn vader neemt er ook al een foto van, want dit is bizar. De hogeschool van de politie zit op dit trein. Niet te geloven. En er staat eigenlijk op vertaald. Ja, ik dacht trouwens even van, nou, dit is echt heel raar. Waarom doe je op een oud SS-kamp en concentratiekamp? Want dat is het allebei. Gedeeltelijk SS-kamp, gedeeltelijk concentratiekamp. Hoezo zijn godsnaam je politieschool hierop zetten? Maar dat is juist om de agenten mee te geven dat je heel menselijk en humaan moet omgaan met iedereen. Om mee te geven dat je iedereen met human dignity moet behandelen. Nou, dat staat ook op dat bord. Ja, waardigheid. Dus we behandelen mensen met respect. Nou, dat is een mooie message. Toch heb ik er wel een raar gevoel bij dat ze dat letterlijk op een oud SS-kamp doen. Maar het idee is in ieder geval heel goed. De poort van Sachsenhausen, hierachter zit het concentratiekamp. En als je denkt, waarom is het zo belachelijk goed onderhouden? Ze hebben het gewoon altijd netjes onderhouden, die Duitsers. En ze zag het er vroeger ook uit in de tijd van de oorlog. Kijk al dat prikkeldraad ook. Om die mensen allemaal tegen te houden, zodat ze niet ontsnapten. Prikkeldraad met stroom erop. En net als in Auschwitz verbaas ik me nu ook weer hoe immens groot dit allemaal is. Er staat nog maar één barak daar. Of twee. En daar nog een paar kleintjes. Ik denk dat dat replica's zijn. Want dit zijn allemaal... Nou, ik loop wel even heen. Er stonden mega barakken hier waar de gevangenen sliepen. Ik zit hier bij Baraka Tsen. En zo heb je allemaal barakken naast elkaar. En dit is pas zo'n klein gedeelte van het concentratiekamp. Ik sta bij een van de barakken die nog staat. Een van de weinigen bij het concentratiekamp. En kijk, er komt rook uit de schoorsteen. Dus ik ben benieuwd of we binnen mogen gluren. Je krijgt zo'n beetje een indruk hoeveel barakken je had. Dus je hebt hier rijen barakken zo. En hierachter zijn er ook allemaal rijen barakken. Kijk maar, het gaat hier zo. Gaan ze allemaal gewoon door. Ik denk dat het niet open is. Nee, het zal wel voor dramatische doeleinden zijn of een indicatie aangeven hoe het hier was dan. Ik zie daar een muur die helemaal overreden is, misschien door tanks of zo. Kijk hoe grimmig dit eruit ziet, jongens. Eindeloos barakken staan er. Ik sta nu al bijvoorbeeld bij barak nummer 46, hè. Heeft iemand van jullie kunnen lezen hoeveel mensen er in één barak gingen? Nee. Nou, misschien kunnen we dat vinden op een bordje. Kijk, ik dacht misschien is dit gedeelte overreden door tanks of zo. Maar dit is dus gewoon omgevallen. Dit is gewoon ouderdom. Het is gewoon een stuk van de muur af.
We staan hier bij zo'n wachttoren. Daar mag je ook niet op. Hier, danger, building could collapse, don't enter. Dus dit, deze wachttoren staat gewoon op instorten. Hoe lang was die in gebruik, zei je pa? Ik denk 9 jaar lang. Dit was het allereerste concentratiekamp. En 9 jaar lang zijn hier duizenden mensen zijn vermoord. Aan ondervoeding, ziekte, mishandeling, ophanging, nou, noem het maar op. Tussen de 30 en 40, of nee, hoe was het nou? Hoeveel doden? Naar schatting 30 tot 50.000, toch? Ja, zoiets. Waaronder alleen al 10.000 krijgsgevangenen uit de Sovjet-Unie. Dus uit Rusland. Ja, toen Rusland uiteindelijk dit had ingenomen in 1945, hebben zij nog 5 jaar gebruikt om Duitse gevangenen vast te zetten, toch? Ja, klopt. Eigenlijk precies op dezelfde manier, alleen dan de rollen omgedraaid. Ja, en wat daar precies gebeurd is, dat weet ik nog niet. Misschien kunnen we dat ergens lezen, maar... Ja, dit is natuurlijk een plaats waar alleen maar vreselijke dingen zijn gebeurd, gewoon. Ja. En zo ziet het er ook uit. Kijk, de kop van deze major, een SS-Sturmbannführer Hermann Baranowski. Die heeft gewoon al een ellendige kop gehad. Er zaten ook Duitse mensen in dit kamp, zoals Johan Heinen. Nou, die werd gezien in de ogen als de nazi's als een landverrader. Die was het niet eens en die is gewoon hier in dit kamp gezet. Committed high treason staat er. Als jullie willen, kun je de video pauze zetten en dit kleine stukje lezen over Johan Heinen. Dat staat in het Engels. Wat is dit? Wat is dit dan, joh? Zou dit een executiehoek zijn of zo? En hier een ondergrondse bunker of iets? Nou, je kan daar erin lopen. Dit maakt zo'n indruk weer. Wat is dit toch nou, joh? Nou, het zijn hier allemaal bordjes. Even kijken of ik daar wat uit op kan maken. Maar dit spreekt misschien wel al voor zich als je naar die hoek kijkt. En het heeft nog met Nederlanders te maken ook. Ik krijg helemaal kippenvel. In de periode 1940-45 zijn hier meer dan 100 Nederlandse verzetstrijders gefusilleerd. Nou weet ik niet wat dat woord betekent om heel eerlijk te zijn. Weet ook niet of dit open is. Nee. Weet ook niet of wat binnen hier te zien is. Helemaal niks. Mijn vader en mijn oom spreken allebei vloeiend Duits. Ik niet, maar ik zie hier wat in het Russisch staan. Ik zie daar volgens mij wat in het Frans staan of in het Luxemburgs. En je hebt daar ook nog een bordje. Nou zo. Dit is Pools, denk ik. Pools en Duits. Eerst in Pools, dan in het Duits. 33 Polische Patrioten steht. Hier massmoord, 33 Polische. Dat spreekt al voor zich. Hier walgelijk, je ziet hier een katrol. Zo een touw hebben gezeten, allemaal ringen. Waarschijnlijk dan vastgehouden voordat je werd geëxecuteerd. Daar kunnen ook je handen in. Dat is zo'n, wat je ook bij een guillotine hebt, gewoon houten handboeien. Pa, weet jij wat gefusilleerd is? Geëxecuteerd? Ja, dat is hetzelfde. Iemand fusilleren, dat is eigenlijk iemand een zeg maar nekschot geven. Een nekschot? Ja. Want dat lazen wij toen we vlak voordat wij heen gingen, dat je had een nekschotplek. Ja, dat is hier boven waar al die foto's staan. Daar stond, dat was een barak. Daar gingen ze naar binnen en dan kregen ze een nekschot. Waar Stefan nu loopt. Ja. Maar dan het fusilleren is eigenlijk hè, dat je voor het vuurpeloton gezet wordt. Van fusilleren is eigenlijk door geweervuur, zoals ze dat vroeger noemden, word je dan door een aantal soldaten die op een rijtje staan, word je dan eigenlijk vermoord. Word je tegen een muur gezet en word je door een aantal soldaten op een rijtje word je doodgeschoten. Nou, dat is hier dus bij 100 Nederlanders gebeurd. Maar weet jij wat hier zo staat? Iets over vermoord. Schiefsoensgraben, ja, dus dat zijn massagraven. Aan deze stellen, Meurden, Patriotten aus. Alle Europese landen ermoord het. Ja. Dus hier liggen allemaal verzetstrijders door heel Europa begraven of zo? Of hoe moet ik dat zien? Patriotten, dat zijn. Die zijn ze vermoord. Dat zijn gewoon nationalisten, toch? Mensen die vaderlievend zijn, vaderlandslievend. Dus op deze plek zijn in ieder geval massagraven, maar. Gevangenen werden doodgeschoten. Patriotten uit alle. Ja, dus mensen uit alle Europese landen zijn hier vermoord. Hier werden dus mensen geëxecuteerd, executieplek. En hier werden nekschoten dan. Ja, gegeven, hoe zeg je dat? Fucking vaag. Op deze plek stond vroeger een barak. En wat hier gebeurd is absoluut verschrikkelijk walgelijk. Dit zijn Sovjet-Unie-soldaten. Die allemaal vermoord zijn. En ik heb net deze tekst zitten lezen. Het staat in het Duits. In het Engels.
en in het Russisch. Nazi-Duitsland heeft maar liefst in de strijd tegen de Sovjet-Unie 2 miljoen soldaten van de Sovjet-Unie getransporteerd naar Duitsland. In dit concentratiekamp hebben 13.000 van deze soldaten gezeten, waarvan 10.000 in de neckshot barricade hebben gezeten en zijn vermoord. Dus 10.000 mensen hebben hier een neckshot gehad, Sovjet-Unie soldaten. Maar die 2 miljoen soldaten gingen overal door heel Duitsland in concentratiekampen, gevangenenkampen, vernietigingskampen. Ja, je kan het gewoon niet geloven als je dat voor je ziet. Als je nu een plaatje voor je ziet van 2 miljoen mensen bij elkaar. Ongelooflijk. Maar hier hebben dus 13.000 soldaten gezeten van de Sovjet-Unie, waarvan 10.000 zijn vermoord met een neckshot. Hier, 10.000 van them were shot dead in a neckshot facility. The others died during transport door in de kamp. Oh, dus die hebben niet overleefd. Dus allemaal 13.000 zijn overleden, joh. Het is zo belangrijk om te weten waarom wij in vrijheid leven. Er zijn zoveel mensen die gestorven zijn om dit kwaad te verslaan. Gewoon die nazi's te verslaan. Even kijken, dit is afgezet. Wat is dit? Hier staat een hele mooie quote, ik denk van een Poolse meneer, aan de achternaam te zien. Die dit heeft verteld in 1995. Ja, en dat laatste woord hangt. Dat zijn ook heel veel mensen hier opgehangen. Iedereen moest dan elke keer toekijken als iemand werd opgehangen. Dit is opgeblazen, maar dit waren de crematoria, maar zo maar te zeggen, de ovens. Zie je nog een deur intact. Dat is nog wat er van over is. Zijn we met opgravingen bezig of zo? Of waarom staat dit afgedekt? Ja, als bescherming. Ja. Ze hadden een dakje over gebouwd, maar dat is half ingestort door verslechterde omstandigheden. En nu hebben ze dit eroverheen om het te bewaren. Ja. Om het te bewaren, ja. Ja. Ze hadden hier, dit complex had één kleine gaskamer. Ja. Maar dat werd al heel snel, die capaciteit werd te klein. Ja. Hebben ze 4 mobiele gaskamers hebben ze gebouwd in vrachtwagens. Dus ze hadden 4 vrachtwagens, daar reden ze mee rond. Er gingen er 30 mensen in. Die wisten totaal niet wat er ging gebeuren, want ja, die werd achter de vrachtwagen gezet. En dan gingen ze rijden en dan ging het gas erin. Totdat het klaar was, als een kijkgaatje, en dan gingen ze terug. En dan gingen ze hier de oven in. Ik snap niet hoe je ook als soldaat... Dan zou ik liever ook doodgaan dan dat ik daarin meega. Nou, die mensen zullen er ook geweest zijn. Ja, ik hoop het natuurlijk. Ja, die zijn er ook geweest. Je kan gewoon soms niet geloven hoeveel haat er is in de wereld. En waar het ook vandaan komt allemaal. Het is allemaal helemaal kapot gebombardeerd. Dus het is het enige wat er nog van over is. En toch is het heel belangrijk dat dit onderhouden blijft. Zodat het niet vergeten wordt. Hè. Dan hebben we hier de burial ground. De grond waar alle... as ligt van de slachtoffers. In dit stukje gras, daar werd al het as in gemieterd gewoon. Dus hier werd al het as in gegooid van de overblijfselen. Dit is op deze plek had je dus het massagraf, waar alle asresten uit de oven naartoe werden gebracht. Hier, denk ik, want ik denk dat ze deze plek daarmee willen aanduiden. En ik denk dit hele veld ook nog. Dit hele veld ook nog. Wat staat er op het bordje? Ja, burial ground with ashes of victims. Ook? Ja. Het is allemaal massagraven. Ik denk dat deze lijn symboliseert dat het zo gelopen heeft. Dus dat het een soort lange greppel was. Nou, maar je ziet ook, het is een beetje ondergroeien, maar je ziet hem hier die rand lopen zo. Ja. Maar die rand die loopt helemaal door, kijk. Zie je hem? Af en toe zien we boven het gras uitkomen. Ja. Maar het is ook een verhoging. Dus goed kijken. Ja, het is net iets hoger, ja, het gras. Dus kijk, je ziet die lijn nog wel een soort in het gras lopen. Ja, dit is het zo. Ja, er bleef natuurlijk weinig van over van die mensen. Dus het was gewoon as wat ze erin gooiden. Die massagraven. Je hebt er gewoon de hele tijd dat je denkt, ik kan het me niet voorstellen. Je kan het je toch gewoon niet in je hoofd halen, zoiets. Daarom is het juist goed dat het bewaard gebleven is. Het is een doodfabriek. Iedereen die zegt, ja, het is een letterfabriek om te doden. Fabriek van de dood. Iedereen die zegt van het is nooit gebeurd, ik zou zeggen kom eens een keer hier naartoe. Ja, er zijn al mensen die dat zeggen, maar die kunnen ze beter in een inrichting stoppen. Hier hebben ze een klein museumpje gemaakt. Sovjet, museum Sovjetisch. Want dat is naast het kamp, in al deze barakken waar de... mannen gevangen zaten. Omdat ik natuurlijk ook bij Auschwitz ben geweest, vergelijk ik het een beetje met elkaar. Maar ik heb hier meer een horrorgevoel, omdat er veel meer staat. En de informatie is duidelijker. En bij Auschwitz
was heel veel weg. Omdat boeren al die barakken hadden afgebroken om zelf schuren te bouwen. Om het te gebruiken om te stoken, om fikkie te stoken en zo. En hier staat nog meer. Terwijl Auschwitz was gewoon echt, zo ver je keek, bijna tot aan de horizon, alleen maar barakken. En dat was super groot. En juist omdat het ook zo super groot was, komt het wel binnen, maar niet zo erg als dit. Dit komt echt veel meer binnen nog dan toen. Ik krijg de hele tijd kippenvel. Oh. Hier voel je meer die hoor of ik weet niet wat het is. Het is allebei natuurlijk even fucking verschrikkelijk, maar het is zo grimmig hier. Gaan we even kijken in het museum. Mijn oom en mijn vader zijn al binnen. Het begint gelijk met, oh dit is mooi gemaakt. Oh, het is een deur of niet? Oh, is dat Stalin? Ja, het is een deur. Wow. Wow, dit lijkt wel een, oh, een make-upje. Wat een informatie hier. En allemaal foto's en... Je kan hier een dag lezen, ja. Kijk dan, brillen. Ja, allemaal hoe het eruit zag, films. Hier brilletjes. En, nou ja, wat is dit eigenlijk? Wat is dit? Nadat de Russen dit hadden ingenomen in 1945, hebben ze hier nog dus 60.000 Duitsers vastgehouden. Waar er ook meer dan 10.000 van zijn omgekomen. Dus die gingen eigenlijk gewoon door met hun napraktijken. Maar ja, die haat naar elkaar was immens. En dan hier met een beamer kan je een kleine glimpse krijgen, een klein vleugje van hoe het eruit zag. Kan je nagaan dat ze nog zoveel beelden hebben, hè? Omdat de Duitsers hebben natuurlijk alles proberen te vernietigen. Foto's, documenten, alle administratie moest kapot. En dat hebben ze toch nog weten te redden dan. Wat ze ook deden, en dat is helemaal verschrikkelijk, toen die Duitsers merkten dat de oorlog aan het einde was van zijn Latijn. Toen hebben ze dus eigenlijk alles versneld. De gaskamers op volle toeren, meer executies, gewoon zoveel mogelijk moorden nog proberen te plegen. Ja, dan weet je echt dat het kwaad er diep in zit in hun zielen. Want je zou kunnen denken, nou nu is het leed eigenlijk voorbij, met de oorlog komt bijna ten einde. Nee, ze gaan nog even versnellen. Hier is een krant uit 1990. Ja. 70.000 lijken ontdekt. Steeds meer... massagraven in de DDR ontdekt. Maar dat deden ze... Hier zijn 12.000 mensen vermoord nog na de oorlog. Door de Russen. Maar ze deden later pas onderzoek, omdat niemand in het begin over de oorlog wilde praten ofzo, of zo? De Oost-Duitsers die hielden dat geheim, want die werkten natuurlijk samen met... Oh, na de val van de muur en ja, van het gordijn? Precies. Oh, oké, okay, ja. Ik wist dat ook helemaal niet. Nee, dat wist ik ook niet, nee. Ik denk, als je hier gaat lezen... Nou, geschiedenisdocent zou hier echt helemaal in zijn element zijn. Want je hebt hier zoveel informatie en foto's en boeken en papieren. En hier, een nazi. Ja, kijk dan hoe het ook allemaal werd bijgehouden. Zo secuur allemaal. De NSDAP-documenten. Naar het Hakenkruis. Dan ligt hier helemaal vol mee met allemaal dat soort documenten. En dit zijn dan die barakken waar ze met z'n allen in leefden. En hij staat open, hè? Je kan erin. Aan de zijkant. De NVA, dat is de Oost-Duitse leger, toch? De Neue Volksarmee van Oost-Duitsland. NVA. Nou, die is natuurlijk redelijk gerestaureerd. Het zijn allemaal kamertjes. We lay stacked on these plank beds like spreads or sardines. Dus als sardienblikjes lag je je stapelbedden boven elkaar te maffen. Zo ziet dat er dan uit. Nee, hier loopt de dood. Laatst net een verhaal van een man. Die heeft er 7 jaar gevangen gezeten. 7 jaar. Dat je dat hebt gered. Dat is bijna de hele tijd dat zo'n kamp heeft bestaan. Hij heeft dus 9 jaar bestaan, hè? Pap, lazen we net. Ja, dit kamp heeft 5 jaar bestaan. Tussen 1945 en 1950. Oh, het kamp waar we nu zijn was puur gebouwd voor de Duitsers. Ja, door de Russen. Oh, dit is later nog aangebouwd? Ja, na de oorlog. Na de oorlog. Dit stuk? Ja, dit stuk met al die... En die barakken die weg waren, daar zaten de... Dat was daarvoor, dat voor 45. Dat was het Duitse verhaal en dit is het Russische verhaal, zeg maar, na de oorlog. Dit daar zaten de Joden en de Zigeuners. Ja. Ja. En hier zaten weer gevangenen van de Russen. Dit meen je gewoon niet. Ja. Gaat gewoon door. Nou, hier hetzelfde kamers. Vandaar dat deze nog wel allemaal staan dan. En die andere niet. Er staan ook allemaal dingen gekerfd in de bakstenen overal. Tekstjes en dingetjes. Data. Hier bijvoorbeeld achter mij op de muur. Kijk, dit is een Rus. Ook iemand die gevangen was genomen. Die heeft hier dus zijn naam ingekrast.
Ivan Baboschin, 25 juni 1949. Ja. En die is dus afgevoerd naar Rusland. Ja, want op een gegeven moment toen werd dit van Oost-Duitsland weer. En toen zijn alle gevangenen die hier zaten zijn naar Siberië gegaan, naar een concentratiekamp, ja, toch? Hier ook deze. Anatoli Parshim. Kun je ook hier zo zien. Oh ja. Je ziet overal dingen in de muren gekrast staan. Kijkt, ja. Overal. Ook aan deze kant. Overal aan de bakstenen staan. Staan teksten en hartjes en data. Heel veel Russisch, vooral Russisch en Duits allemaal. Maar kun je nagaan, dan heeft hij dus 5 jaar concentratiekamp gezeten. Toen op een gegeven moment, nou, onder druk, is Oost-Duitsland ontstaan. En nou, Polen werd weer Polen en Oost-Duitsland werd natuurlijk gescheiden van West-Duitsland. En al die gevangenen, hop, zijn er ook nog honderdduizenden gevangenen die dus in Oost-Europa zaten, allemaal naar Siberië getransporteerd. Weten we al hoeveel mensen er in een barak konden of in zo'n huisje? Nee, wel dat ze met z'n achter in zo'n kamertje lagen, zag ik net. In zo'n kamertje? In één kamer? In één kamertje met z'n achter. Maar er zitten 6 kamers in zo'n gebouw. Ja, nou dan zit je al op 48 man. Ja. Maar deze barakken zijn echt, denk 3-4 keer zo klein als wat die Duitsers hadden gebouwd. Die waren immens, als je net ziet. Die waren veel langer. Ja, die waren heel lang. Ja. Hier ook hebben ze iets neergezet ter nagedachtenis. Ons land zat er natuurlijk ook op. Niet als Nederlander, maar als Holland. Enorme toren. Met, even kijken, oranje ondersteboven driehoeken. En die hebben een betekenis. Hier had ik mij laatst over ingelezen. Merktekens concentratiekamp. En hier zie je dan die oranje driehoek ondersteboven. Volgens mij is dan, ben je een politieke gevangene, bedoel ik. Dus daar zal het wel van zijn. Want kijk, voor de rest staat er geen één ondersteboven. Die staat rechtop. Dus dat zal te maken hebben met politieke gevangenen, denk ik. Dat zonder ze boven staan. Hier staat de daadwerkelijke galg. Die midden op het plein stond, dat ik zo ga laten zien. Die hebben ze geprobeerd te verbranden, maar dat is niet gelukt. Hij is helemaal verkoold. En hier zie je een foto waarbij je een beetje beeld krijgt hoe het eruit zag. Dit zijn allemaal gevangenen. Zelfs op de loodsen staan namen, kasten, stapelbedden. Ze zijn gewoon met z'n drieën bovenop elkaar. En hier. Ja, daar zie je ook dus dat teken ondersteboven. Die werd genummerd, sommige werden zelfs getatoeëerd. Dat was het dan, concentratiekamp Sachsenhausen. En het rare is dan loop je hier zo en dan word je hier zelfs herkend. En dan moet je op de foto in de concentratiekamp. Dat gaf zo'n raar gevoel. We eten hier zo nog wat, er zit hier een restaurantje en dan gaan we door. Dat was echt heel raar. Dat was ook niet een normale foto, maar een groepsfoto, weet je wat. Cappuccinootje erin en door. Volgende locatie, een wapenfabriek van de nazi's. En dit is ook heel gaaf voor de drone. In Peenemünde, het grootste technologische centrum van Europa sinds de jaren 30 en tot en met het einde van de Tweede Wereldoorlog. Waar onder andere de V2 werd geproduceerd. Er staat hier gewoon een V2. En we zitten hier te lezen en dat staat voor Vergeltungswaffe 2. Dus je had eerst een 1, die lukte niet, dus het is een 2 geworden. Ja, dus wat tegenwoordig zou je zeggen... 2.0. Versie 2.0. Ja, versie 2.0. En dit was vooral eigenlijk gemaakt om heel veel schade toe te richten. Jullie vertelden net in Den Haag, nou daar zijn jullie allebei opgegroeid, dat daar een keer een V2 terecht kwam die eigenlijk voor Groot-Brittannië was bedoeld. Ja. Het was de hele straat weg, toch? Ja, de hele wijk is volgens mij. De hele wijk was... De hele wijk. Zo sterk was de bom. Dit was de krachtigste bom van die tijd. Eigenlijk een beetje de voorloper waar nu kernraketten op worden gebouwd. Ruimtevaart. Dat is allemaal uit ontwikkeling van de V2, geloof ik, hè? Ja, dat staat hier ook, hè. Dus dat aan het einde van de Tweede Wereldoorlog hebben dus de geallieerden... die hebben dus zowel de technologie als het personeel... hebben ze gebruikt voor eigen wapenontwikkeling verder de komende tijd. Ja, en om alleen deze klote raket te ontwerpen en te bouwen... zijn duizenden civilian staff, forced laborers en prisoners of war doodgegaan. Ja. Allemaal om die klote raket... te creëren. En ondanks dat je hele wijk hiermee kon opblazen, vonden de Duitsers het nog steeds geen succes. Besef die even. Kijk, zo staat hij. Het was gewoon op brandstof.
Wat een ding, hè. Moet je kijken hoe groot dit ding is. Er staat een koude wind. Dat is niet normaal. Hij is 14 meter hoog. Hij weegt hij 25.000 kilo, dat ding? Nee. Wat betekent thrust? Dat is zijn stuwkracht. Oh, zijn stuwkracht is 25.000 kilo? Ja, maar het gewicht, voor zoals hij hier staat, is 12.900 kilo. En gaat hij 4500 kilometer per uur? Nee, 5400 kilometer per uur. En dat is ongeveer, dat is 4,5 keer de geluidssnelheid. Moet je een bril gaan kopen, joh. 4,5 keer de geluidssnelheid. Ja. Dus dat ding ging ook door het geluid heen. Hij kan 320 kilometer ver gaan. Ja, en de brandstof is een mix van ethanol en vloeibare zuurstof. Nou, dat is op zich al... Dat is heel explosief. Heel explosief. Nou, en het bereik was ongeveer 300 kilometer. Ja. Flying altitude, dus de hoogte, maximale vluchthoogte was 90 kilometer. Ja. Maar dat zit je dan niet al door de ozonlaag? Ja, nou, dan zit je al ergens in het... Zo, de wind in één keer gek! Ja, dan zit je al... ergens op het randje. En dat plaatje is het originele plaatje wat erop staat. Welk plaatje? Die vrouw. De vrouw in de maan. De vrouw in de maan. Kijk. De vrouw in de maan. Kijk even. Als je zo'n raket op je af ziet komen, dan weet je dat het einde oefening is. En dit is een soort, wat is het, een soort launchpad-achtig iets. Waar dingen gelanceerd worden. De Walter Split Tube Catapult. Dit is de V1. En die werd dus gecatapulteerd. In plaats van de lucht ingeschoten. Ja, pas wel gelanceerd. Ja, want die gaat op brandstof de lucht in. Dus met stuwkrachten. Ja. En de V1-bom, dus de eerste versie eigenlijk, die werd gewoon weggeschoten. Het lijkt net een beetje op een hedendaagse drone, dit ding. Ik ga heel even deze oude trein naar binnen, want het waait zo knijterhard. In de oorlog, dus eerst in de jaren 30 en daarna begin jaren 40, hebben ze in deze wapenfabriek ontzettend veel wapens ontwikkeld. Uiteindelijk ook de V2, dus die grote raket. Maar uiteindelijk werd dit zoveel gebombardeerd dat ze op een andere plek ondergronds die V2 zijn gaan produceren. En die werden echt op grote schaal geproduceerd. En voornamelijk werd Groot-Brittannië ermee aangevallen, want die moest zich gaan overgeven eigenlijk. Alleen die gaven niet op. Ondanks dat hele wijken en industriële gebieden werden gebombardeerd en helemaal kapot gingen, Groot-Brittannië gaf niet op. Dus daarom was het in de ogen van de Duitsers geen succes, die bom. Omdat die blijkbaar nog niet catastrofaal genoeg is. Dus als je daarover nadenkt, is het maar hartstikke mooi dat Hitler net aan niet die kernkop had. Dit technologische huis, deze wapenfabriek, was zo groot dat het zijn eigen energiecentrale had. Kun je dat eens nagaan. Er werkten 12.000 mensen hier zo. Bizarre informatie over die V1. Er zijn er 22.000 afgeschoten door heel Europa. Nou, dat is niet normaal. Maar kijk dan wat voor vooruitgangen je dan hebt qua statistieken met die V2, hè? Dat is wel heel bizar wat ze dat in een korte periode hebben gedaan. De snelheid is maar 645 kilometer per uur. Ja, en die anders, 5.400. Ja. Hier liep een spoor richting de faciliteit. Kijk, het ging zo hier door het gebouw. Dit is een bijgebouw wat hiervoor staat. En dan ging het taarthoofdgebouw in. Alle middelen om wapens mee te maken en technologie te ontwikkelen. En dit is dan het hoofdgebouw. Immens is het. En die V2 was trouwens ook gewoon, dat staat hier op de plaatjes, is gewoon mobiel. Dus die konden ze gewoon overal afschieten waar ze wilden. Maar ik ben in Normandië. Nee, hier zie je hem de lucht in gaan. In Normandië geweest? Daar bij Calais in de buurt. Daar heb je dus zo'n lanceerinstallatie van V1 en V2's ook gehad. Dus van daaruit bombardeerden ze Londen. Waarom neemt mijn vader altijd op dezelfde manier een selfie? Of een foto? Kijk. Nou, zoals verwacht ziet het er gewoon uit als een fabriek. Aber natürlich. Ja, moet je dit ding even zien. Dit is een turbine van de power station. Dus hier werd energie mee opgewekt. Die is gedeeltelijk nog intact. Energie werd toen nog opgewekt met stoom. En om die stoom te reguleren gebruikten ze dit ding. Nou, ik ben geen mechanic. Dus daar heb ik helemaal geen verstand van. Maar dat stond op dit bordje. Omdat de Sovjet-Unie zo achterliep, hebben de Russen dit na de oorlog gewoon in gebruik gelaten. En is tot 1990, dus vlak voor de val van de Sovjet-Unie, is dit gewoon gebruikt. Zulke oude technologie. In 1991 viel de Sovjet-Unie, dus een jaar voor de val, is dit gewoon... Ja, gebruikt. Hey pa! Ja. Kijk dan hoe groot die torens zijn! Pas, ik ga een andere lens opzetten, het past er gewoon niet eens op, joh. We staan nu op het dak van de fabriek.
Daar ligt nog een Duits oorlogsschip. Daar wil ik ook even heen. Nou, misschien dat we het niet redden met de planning, maar ik ga heel lief mijn oom en mijn vader aankijken zo. Lul niet, er ligt daar ook gewoon een onderzeer. Ik geloof een Sovjet-Unie eentje, nou, daar moet ik ook heen. Daar moet ik echt heen. Dit zijn gewoon schoorstenen voor de rook die, en alle ellende die vrijkomt voor het produceren van alle ellende. Ja, het is wel een mooi uitzicht hè, pa? Ja, lekker met die koude Oosterse wind. Ja, het is 5 graden en het is windkracht 5 dus. Ja. Ja. De chill factor is denk ik min 2 of zo. Maar als je goed in de verte kijkt, ja, dat zie je nooit op camera, maar daar ligt het eiland Rügen en daar slapen we op Prora, het grootste hotel ter wereld, gebouwd ook door de Nazi Duitsland. Hier hebben we punten van de V2. Een complete punt en één die niet is afgegaan. En wat zei je nou over een V2 die per ongeluk een keer Antwerpen heeft geraakt in plaats van Groot-Brittannië? Ja, die is terechtgekomen in het centrum van Antwerpen op een bioscoop. En daar zijn toen meer dan 500 bezoekers van de bioscoop om het leven gekomen en meer dan 200 zwaar gewond geraakt. En dat is alleen de bioscoop, hè? Dat is alleen de bioscoop. En niet de wijk eromheen. Nee. Kun je nagaan hoe dodelijk die raketten waren toen. Heel erg. Allemaal foto's van lanceringen van die V2. Dit is de Schaltwarte, a.k.a. de controlekamer. Helemaal origineel nog. Dat is om stroom op te wekken hier, voor de hele faciliteit. Kijk eens wie de leverancier was van dat soort producten om stroom op te wekken. BMW. Raar, hè? Dat is gewoon een geschiedenis. Net als Hugo Boss, die maakt ook kleding voor de nazi's. Ja, ik noem het wel een wapenfabriek, en dat is het daadwerkelijk ook, maar eigenlijk alleen raketten. Dus ik vroeg net van, hebben jullie ergens iets gezien wat duidt op dat er vuurwapens werden gemaakt of tanks of zo? Nee, dit was puur voor raketten. Gewoon om raketten te ontwikkelen. Maar in ieder geval, raad eens waar we nu heen gaan. Oh mijn god. Ik denk niet meer dat die operationeel is. Wat denken jullie? Dat ding blakert helemaal kapot, joh. Wat een anker. Gewoon een Sovjet-Unie submarine. Onderzeeër. De raketsilo's staan nog open. Wat een ding, zeg. Wat een ding, hè? Kijk, die raketsilo's ook. Nou, dit is wel een droneshot waardig. Zoals je waarschijnlijk al verwacht is deze niet meer in gebruik. Hij komt uit jaar 1965 van de Sovjet-Unie. En sinds 1998 ligt hij hier zo. Ja, nadat de Sovjet-Unie viel is hij niet meer in gebruik genomen. Jee, mag wat een wind. En die silo's die je open zag staan, of ziet staan, hier achter mij, zaten 4 kernkoppen aan boord. Dus je hebt aangedreven nucleaire submarines. Maar je hebt ook met kernkoppen die dragen, je hebt zelfs combo's. Dus dat ze van energie worden voorzien door kernen, eigenlijk door een kleine kernreactor. Maar dat had deze niet. Deze had alleen kernkoppen aan boord. Snap jullie dit? Ik hoop het wel. Maar het is wel heel gek om die silo's zo open te zien staan. Wat voor moordwapen dit eigenlijk is. Als een V2 al zo belachelijk is, laat staan een kernbom. Maar het is wel heel vet om deze geschiedenis mee te krijgen. Ja, daar zijn we dan. In Prora, het langste hotel ter wereld. Daar gaan we het morgen over hebben. Ik heb mijn tattoo ingesmeerd. We zijn aangekomen. Het is eerder een klein appartementje dan een hotelkamer. Het is gewoon bijna een klein huis. Dan hebben we hier een pot die we volgens mij nu allemaal hebben ingewijd. Dat is van neusnuit, dat is geen poep. Dus bruin wc-papier. Hey, dit is top. Ik ga dat van jullie laten zien. We hebben een hele leuke, kijk, kapstok van sleutelhangers. Ja, dit is super joh. Oh kijk, hier slaapt trouwens Stefan. Stefan, je gaat terug naar je kindertijd met stapelbedden. Ja, ik kan kiezen tussen boven of beneden. Ja, wat ga je doen? Boven of beneden? Ja, ik... Boven is veiliger voor het instinct, hè? Halverwege. De rebel in mij kiest voor boven, denk ik. Ja, dat zei jij toch een keer dat je uit stapelbed was gevallen toen je op vakantie was of zo? Nee, toen ik thuis woonde. Ja. We hebben een tijd gehad dat we samen één kamer hadden. Ja, ik sliep boven en ik pleurde er wel eens uit. Ja, ook nog. Ja. Dan weet jij wakker omdat hij een doodsmakker maakt. Ja. Ja, dat kinderen dan nooit wat breken, dat vind ik onbegrijpelijk. Maar ja, die zijn altijd allemaal, die zijn niet zo fragiel natuurlijk. Dat komt pas na je 18e. Althans moet ik zeggen dat ik als kind heel veel wat gebroken heb. En als volwassene nog niet. Plus ik ben ook alleen volwassen op papier natuurlijk. Maar niet bij de Belastingdienst, dat is wel jammer. Maar trouwens, daar ben ik heel volwassen bedoel ik juist. Want ik loop alles door elkaar. Hier slapen mijn pa en ik vanavond. Kijk eens even.
zijn we op het eiland Rügen in het hotel Prora. Nou, ik denk dat heel veel mensen van jullie weten wat Prora is, waar Rügen ligt. Weet je dat niet, dan gaan we dat morgen in de vlog uitleggen. En weet je het ook, dan leg ik het alsnog uit morgen in de vlog. Morgen was een hele interessante dag. We gaan een boottour doen, we gaan de krijtrots hier bekijken. Het wordt weer een hele bijzondere dag. En hier slapen we 2 dagen. We zijn natuurlijk elke nacht in een ander hotel omdat we aan het roadtrippen zijn. Maar jongens, we hebben het zo naar ons zin. Het is allemaal zo interessant, die geschiedenis. En het voelt toch wel fijn om het allemaal te weten. En daardoor krijg je veel meer waardering voor heel veel dingen. We hebben een fijne gesprek gehad in de auto. Het is gewoon ontzettend gezellig. En anders niks. Dus ik hoop jullie morgen om 5 uur erbij te zien. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is später, mijn vrienden. Ik zie jullie morgen. Kijk wat een kutkop deze vent heeft. Dit is SS Sturmbannführer Hermann Baranowski.